Aloha team, welkom. Halverwege de challenge, we zitten 2 weken ver. En dus, hoe dat ik me dat voorstel is, je bent, als je aan het lopen bent, je bent zo ver gelopen als je moet. En nu zijn we eigenlijk aan het teruglopen. Dus eerst en vooral, proficiat aan iedereen die meedoet. We zijn 2 weken lang al aan de slag aan het gaan met een ochtendritueel. De moeilijkste periode ligt eigenlijk al achter ons. Dat wil zeggen dat het harde werk van het creëren van een nieuwe gewoonte, het hardste werk, ik zal het zo zeggen, ligt al achter ons. En stilletjes aan wordt een nieuwe gewoonte al wat meer echt een gewoonte en vraagt het al wat minder inspanning. Dus top, we zijn halverwege en nu zijn we aan het teruglopen naar het einde van de challenge. It's all going downhill from here, als je het zo wilt bekijken. En ik wil even een paar dingen delen die jullie in de nasleep van het vorige filmpje ook met mij hebben gedeeld over wat ervaar je al die anders is. En dan spraken we eigenlijk nog maar over, zal ik maar zeggen, een week ochtendritueel. Een aantal dingen die terugkwamen is het ervaren van meer rust. Meer rust doorheen de dag, zo meer presence, meer aanwezigheid, meer vertraging. Een aantal mensen spraken over meer energie. Een aantal mensen spraken al over wat meer zelfvertrouwen. En alleszins het feit dat elke dag opdagen voor jezelf een van de betere manieren is om zelfvertrouwen op te bouwen, is voor heel velen een heel belangrijke motivator. Dat kwam er ook uit. Hè. Wat is dan heel motiverend? Is enerzijds dat jullie mij niet willen ontgoochelen, wat ik wel ergens heel schoon vind. Maar ik herken dat ook wel. Je zit dan in de challenge en je wilt elke dag die foto kunnen uploaden of delen en zo. Dus dat is absoluut uiteraard een motivatie. Maar het andere is ook het feit dat je door elke dag voor jezelf op te dagen, ongeacht hoe dat je voelt en ongeacht wat het resultaat dan is, maar door dat gewoon te doen, dat dat een van de betere manieren is om zelfvertrouwen te ontwikkelen. En dat zelfvertrouwen heb je dan nodig of kan je dan gebruiken om dan later andere doelen of andere challenges met jezelf aan te gaan. Dus dat is goed. Dus ik zie hele mooie resultaten al na week 1. Ik ben benieuwd wat dat je na week 2 weer vaststelt. Dus eigenlijk mag je jezelf dezelfde vragen stellen als wat dat je na week 1 gesteld hebt. Hè. Wat motiveert er mij of wat heeft er mij deze week gemotiveerd? En welke resultaten heb ik nu gemerkt? Wat was er deze week anders? Wat heb ik daarin vastgesteld? Waar ben ik trots op? Enzovoort. Dus dat is als dat maar zijn de opdracht, de schrijfopdracht voor de reflectieopdracht voor week 2. Waar ik het vandaag vooral wil over hebben, is de quote van vandaag. Hè. Dat is humble with a hint of Kanye. En eigenlijk gaat dat eigenlijk over het belang om jezelf te vieren. En dat is, kon niet op een beter moment komen dan nu. En nu dat we halverwege de challenge zijn, mag je eigenlijk jezelf best al wel vieren. Zelfs al heb je het niet elke dag gedaan of zelfs al heb je het niet elke dag perfect gedaan. Maar voor alles wat je wel al hebt gedaan. En dat is een heel belangrijke, ook dat is een heel belangrijke gewoonte, een tool die je wilt echt in je toolbox steken binnen het bouwen van een gelukkiger leven. En iets waar wij in Vlaanderen, dat ervaar ik, heel erg tegenaan lopen. We zijn het niet gewoon om onszelf te bewieroken. We zijn het niet gewoon om positief te denken over onszelf. We zijn het niet gewoon om heel positief te praten over onszelf. Ik ervaar dat heel erg in mijn praktijk. Daar zit ergens een grote angst om arrogant te worden. Er is een angst van, ja, maar als ik dan te positief word, en als ik dan, ja, dan word ik misschien zo'n omhoog gevallen peer, of dan ga ik misschien dingen beginnen denken over mezelf die er niet zo zijn. En dat is heel belangrijk. Je kunt nooit te positief denken over jezelf. Dus de mensen die arrogant zijn, of die wij als arrogant ervaren, dat zijn geen mensen die zeer positief denken. Integendeel, dat zijn mensen die eigenlijk een heel laag zelfbeeld hebben. En dat laag zelfbeeld gewoon proberen te compenseren door daar een soort van masker van, ja, van een hoog zelf, van een hoge zelfdunk over te hangen of over te schilderen. Maar dus dat komt fundamenteel van een eigenlijk te negatief discours over jezelf, van te negatief te denken of te praten met jezelf. Dus je kunt opnieuw nooit te positief zijn over jezelf. Hoe positiever dat je wordt over jezelf, hoe meer dat jij zo iemand wordt waarvan de mensen zeggen, ah, ik ben daar gewoon graag rond. Dat is gewoon een aangenaam persoon. Als je positief bent over jezelf, dan you're filling your own cup. En dan kom je niet, voor de mensen die het webinar over relaties en zo gevolgd hebben, dan kom je niet hongerig bij de anderen van geef mij wat liefde, geef mij wat positiviteit, omdat ik het mezelf niet kan geven. Dus
het is zo belangrijk om, om heel alert te zijn over de manier waarop dat je praat tegen jezelf en denkt over jezelf. En een tool uit coaching dat je daaraan kunt verbinden is wat dat ze dan noemen het 3G-model. En dat gaat als volgt. Dus de 3G's staan voor gedachtes, gevoelens, gedrag. En dus in dat model leggen ze uit dat alles begint bij een gedachte. En een gedachte creëert een bepaald gevoel. En een bepaald gevoel creëert dan een bepaald gedrag. En dat gedrag creëert dan op termijn een gewoonte. Als je die in cirkel genoeg herhaalt. Dus dat betekent daarmee besef je in welke mate dat onze gedachtes bepalend zijn voor het gedrag dat we stellen. En op lange termijn, dus het soort leven dat we uitbouwen. Dus negatieve gedachtes over jezelf en over anderen creëren negatieve gevoelens. En negatieve gevoelens die creëren dan negatieve gedraging, destructieve gedraging, of tenminste gedraging die op zijn minst niet al het goeds aantrekken wat er potentieel in jouw leven komt. Dus het is niet zo, onschuldig de manier waarop dat je denkt. Er zijn trouwens ook geen neutrale gedachten. Ofwel heb je positieve, liefdevolle gedachten, die dus positieve, liefdevolle consequenties in gang zetten. Ofwel heb je negatieve, angstige gedachten, die dus negatieve en angstige consequenties aantrekken. En dan, daar een heel belangrijke connotatie bij, is dat mensen denken, maar ja, het gaat niet over positief, negatief, het gaat over wat is er waar, wat is de waarheid. En dat is een heel belangrijke valkuil, is dat wij denken dat ons denken objectief is. Wij denken dat ons denken de objectieve werkelijkheid weerspiegelt. Wij zien dus, ja, het is zo, want zo denk ik. Dus wij staan heel weinig stil bij het feit dat onze gedachten voor 99% niet de waarheid zijn, maar onze waarheid. Onze waarheid gefilterd door, opnieuw, alle filters dat we dan onderweg als kind en whatever overal hebben verzameld en opgeraapt, die dan eigenlijk, zal maar zeggen, het paradigma uitmaken waardoor dat wij de wereld beleven. En waarbij dat wij ons dus heel weinig de vraag stellen van, is dit een nuttige waarheid? Is dat iets wat aan mij helpt of is het iets wat mij niet helpt? Dus opnieuw, het punt is niet, is het waar? Zoals ik denk of zoals ik zie. Want heel veel van die dingen die zijn per definitie, die vragen zijn niet te beantwoorden. Laat mij een voorbeeld geven. Ik ben dik. Is dat waar of is dat niet waar? Wel, de ene gaat zeggen ja, dat is waar. De andere gaat zeggen nee, dat is niet waar. Omdat iedereen heeft zoals zijn persoonlijke voorkeuren. In één cultuur gaan ze je beschouwen als misschien wat dik. En in een andere cultuur gaan ze je beschouwen als veel te mager. Dus per definitie, is dat dan waar of is dat dan niet waar? Eigenlijk kan je daar niet op antwoorden. Maar het punt is natuurlijk, als jij voor jezelf zegt, ik ben dik, dan creëert het negatieve gevoelens. En die negatieve gevoelens gaan een negatief gedrag creëren. Hè? Dan creëert het gevoelens van bijvoorbeeld minderwaardigheid of schaamte of schuldgevoel. En als je je beschaamd voelt of je voelt je schuldig of je voelt je slecht over jezelf, dan ga je niet per definitie in je radiance staan. En dus ook niet alles aantrekken wat je radiance per definitie zou kunnen aantrekken. Daarentegen, als je denkt over jezelf, I'm gorgeous. I'm the hottest thing around. Ook al klopt dat niet, voor zover dat zou kunnen kloppen, het geeft jou wel het gevoel dat jij verdorie aantrekkelijk bent. En dat jij er moogt zijn en dat je waardevol bent. Als je zo de dag in gaat, dan straalde. En dan trek je al dat soort dingen aan. Dus opnieuw, je gedachten hebben eigenlijk heel weinig te maken met wat is er dan waar, maar hoe kies ik om het te zien? Ik heb vroeger toen ik jong was, toen ik nog jonger was, had ik in mijn vriendenkring waren er zo twee vrouwen die wij hadden die een beetje zwaarder waren. Enfin, die zwaarder waren. Die zaten zo ongeveer een beetje, allee, ik had geen getal, maar dat zal zo wel ongeveer hetzelfde BMI geweest zijn. Maar één van hen ervaarde dat eigenlijk als echt problematisch, als ik ben echt te zwaar en dus ik kan geen mannen aantrekken. En dus die had daar echt een probleem mee. Die ervaarde dat als iets negatiefs. De andere, die ervaarde zichzelf niet als te zwaar. En als wij uitgingen, dan kon je die ene zien. En dat was echt, bij wijze van spreken, een mannenmagneet. En de andere absoluut niet. Terwijl dat er op zich fysisch heel weinig verschil tussen was. Maar het verschil was de manier waarop dat zij zichzelf ervaarden, de gedachten die zij over zichzelf dachten, dus de energie die zij uitstraalden. Dus opnieuw, de essentie is niet,
is dat waar of is dat niet waar? Want per definitie zijn die vragen bijna altijd niet te beantwoorden en gewoon ook niet relevant. De vraag is, zijn mijn overtuigingen, zijn mijn gedachtes nuttig of niet? Zijn ze helpend of niet? En dus per definitie, negatieve gedachten, die zijn nooit helpend. Want die creëren negatieve gevoelens en negatieve gevoelens creëren negatief gedrag. Dus opnieuw, je kunt nooit te positief denken over jezelf. Don't worry, je gaat daardoor niet arrogant worden, integendeel. Je gaat gewoon het soort persoon worden waarbij dan mensen zeggen, oh, dat is een lekker klimaat zo, bij die persoon. Dus super belangrijk dat je leert heel alert worden over hoe denk ik over mezelf, hoe praat ik tegen mezelf. En als je aanloopt tegen gedachten of overtuigingen die niet helpend zijn, je bent altijd vrij om die te veranderen. You can choose again. Dus ongeacht waar dat je bepaalde gedachten hebt aangeleerd, en dat kan belangrijk werk zijn om bijvoorbeeld in therapie te doen, maar nog los van waar dat het komt, ben je in het hier en nu altijd vrij om andere gedachten te kiezen die je meer helpen. Dus zelfs al denk je bijvoorbeeld al heel je leven lang, ik ben waardeloos, of ik ben dik, of ik ben lelijk, of ik heb niets te bieden, of whatever, stel jezelf de vraag, ja, in welke mate helpt het mij om zo te denken, en waarom verander ik het niet? Waarom begin ik niet tegen mezelf te zijn, ik ben geweldig, ik heb zoveel te bieden, ik ben een ideeënbron, ik ben een mannenmagneet, whatever works for you. En dan ga je zien hoe dat je wereld echt fundamenteel begint te veranderen. En dus dat is ook heel het verhaal natuurlijk van affirmaties enzovoort. Dus wees niet te bescheiden, leer vooral heel positief te zijn tegen jezelf, heel positief te spreken tegen jezelf, en dan ga je zien hoe fundamenteel anders dat de kwaliteit van jouw leven wordt. Dat is het eerste. Het tweede gaat over, hoe ga je jezelf vieren? Hoe ga je het vieren als je iets goed doet? We zijn nu halverwege de challenge. Hoe ga je jezelf vieren tegen dat we het einde halen? Hoe zou je jezelf kunnen vieren? Wil je het vieren met, ik zeg maar iets, als je rond fitted hebt gewerkt, jezelf een nieuwe sportoutfit te kopen? Of jezelf een nieuw boek of een notitieboek? Of jezelf een opleiding te gunnen? Of jezelf een nieuwe outfit te gunnen? Of jezelf een massage of een manicure te gunnen tegen dat de schoonheidsspecialisten zo open zijn? Of een glas wijn op een zonnevergroot terras, of whatever works. Maar denk nu al na over, hoe zou ik mezelf kunnen vieren? Wat is iets dat mij blij maakt? Hoe kan ik mezelf belonen voor de inspanningen die ik nu doe? En dat is opnieuw, dat is wat jou helpt om verder te doen. Wij hebben dat allemaal nodig. Hè. Trouwens, mensen groeien niet. Dat is iets wat ik dan geleerd heb in mijn oplossingsgerichte vorming. Mensen groeien niet als je focust op hun zwaktes. Een van de valkuilen die managers vaak maken is, ze gaan kijken naar een werknemer en zeggen, oh, die is niet goed in administratie, of die is niet goed in Excel, of die is niet goed daar of daarin. We gaan hem bijscholen. Dat is eigenlijk absoluut geen efficiënte aanpak. Iets waar mensen niet goed in zijn, als je daar veel energie in steekt, en veel tijd en veel middelen, dan worden die in het beste geval middelmatig. Dan zijn dat nog niet zeer goede dingen. Je bent dus veel beter om in te zetten op, waar is die er nou wel goed in, en hoe kunnen we die daar nog beter in maken? Omdat dan werk je vanuit een kracht. En als je mensen, als je binnen je krachten werkt, dan heb je veel minder energie nodig om iets van heel hoge kwaliteit te realiseren. Terwijl, als je niet binnen je krachten kunt werken, dan heb je heel veel energie nodig om in het beste geval iets middelmatigs te creëren. Dus in bedrijfscontext, als manager, is het heel verstandig om je mensen binnen hun krachten te laten werken en de dingen waar ze niet goed in zijn uit te besteden aan mensen die dat dan wel goed kunnen doen. Maar ook voor jezelf. Het heeft geen zin om te gaan focussen op de dingen dat je niet goed doet en die te proberen, remediëren. Je bent veel beter om je krachten te vieren en je vooral daarin te laten werken en je vooral daarin in je kracht te zetten en te zien, wat doe ik wel al allemaal goed, aan jezelf op een heel positieve manier de dingen te vieren die je wel goed doet. En dan ga je merken dat je van daaruit automatisch de dingen waar je minder goed in bent, automatisch beter gaan worden omdat je jezelf positief benadert. Terwijl de andere aanpak, waarbij je jezelf vooral negatief benadert en bekijkt, wat doe ik allemaal nog verkeerd en hoe ga ik de dingen dat ik niet goed doe nog beter doen, dus de focus op het probleem, dan heb je al bijna geen goesting meer om verder te doen.
Dus opnieuw, vier jezelf. Vier je overwinningen, hoe klein of hoe groot ook. En denk na hoe dat je dat dan echt kunt gaan doen. Hoe kan je een overwinning, een win vieren? Hoe ziet dat er dan uit voor u? Wat is iets waar jij helemaal blij van wordt? Daaraan gekoppeld kan je nadenken over, zoals dat in mijn boek staat, een victory move. Dat is echt een houding dat je kunt aannemen als je een win wilt gaan vieren. En dan komen we weer heel erg in NLP en het belang van fysiologie, namelijk de houding dat je aanneemt met je lichaam. Maar een victory move kan iets zijn om echt een win te bestendigen. En als je die regelmatig genoeg aanneemt, gekoppeld aan een heel positieve emotie, dan kan de victory move ook een manier zijn om je staat van zijn te veranderen. Dus dan kan je een victory move aannemen, zelfs al voelt u niet zo krachtig, als een manier om naar een meer krachtige staat van zijn te gaan. Dus mijn victory move is een heel klassiek, net zo met mijn armen in de lucht en zo met mijn hoofd naar achter. En dat is één die ik heel vaak aanneem als ik aan het lopen ben. Out of the blue, gewoon omdat het kan, maar omdat elke keer als ik daarin ga staan, dan voel ik mij zo opleiden en zo in mijn kracht gaan staan. En dan krijg ik zoveel hoesting om verder te gaan met de doelen die ik voor mezelf stel, of om nog beter op te dagen dan wat ik al deed. Dus ook dat is een hele leuke, is nadenken over wat zou mijn victory move kunnen zijn en de keer dat je hem hebt. En gewoon regelmatig doorheen de dag of doorheen de week aannemen. Als een soort van manier om jou, een soort van mini-ritueeltje om jezelf te vieren. Ten slotte kan je aan de slag gaan met een jar of awesome. Dat is eigenlijk gewoon een grote kom of een grote doos of whatever dat kan zijn. Waar dat je regelmatig gewoon je kleine winst opschrijft op een papiertje en je steekt ze erin. Dat kan heel groot en heel klein zijn. Bijvoorbeeld, ik heb een super liefdevolle mail gestuurd. Of ik heb dat gewoon aangepakt met mijn kinderen vandaag en dat was het resultaat. Of ik heb een compliment gekregen over de foto dat ik gepost heb. Of de manier waarop ik mij aangekleed heb vandaag. Of iemand heeft mij gevraagd hoe dat ik dat of dat of dat doe enzovoort. Dus de grote en de kleine winst in je leven dat je gewoon opschrijft op een papier en je steekt ze in je jar of awesome. En dat op het moment dat je het nodig hebt, of gewoon op het moment dat je het fijn vindt, ga je erin grabbelen en trek je het eruit. En dan kan je op die manier ook jezelf gemotiveerd houden en jezelf blijven herinneren aan waar dat je vandaan komt en wat dat je eigenlijk allemaal verwezenlijkt hebt. Want dat is ook heel menselijk natuurlijk, is wij dreigen te vergeten van waar dat we komen. Wij wennen heel snel aan een nieuwe context. Hè. Dus bijvoorbeeld een ochtendritueel, dat voor een aantal van jullie ondertussen misschien al, zal ik zeggen, vanzelfsprekend aan het worden is, of al is. Oké, maar herinnert u dat er was wel een tijd waarin dat best wel wat energie kostte. En nu is het een verworven recht. Dus dat op zich al is iets waar je trots mag op zijn. Hetzelfde met het lopen. Je loopt misschien nu moeiteloos 10 kilometer, want er was een tijd waar je 2 kilometer liep en buiten adem was. Hetzelfde met moederschap. Misschien lukt het u nu om een aantal dingen gewoon goed te managen, want er was een tijd waar je gewoon totaal overweldigd was door kinderen en wat moet ik ermee. En daar is een jar of awesome wel goed in, om je te herinneren van, oké, waar kom ik vandaan? Ik bedoel, al de dingen die ik nu verwezenlijkt heb, dat zijn dingen die ooit moeilijk waren. U aankleden, uw schoenen knopen, schrijven, typen, nadenken, cijferen, rekenen, in relatie staan. Al die dingen die waren ooit moeilijk en die doe je nu effortlessly. En het is goed om je daar ook aan te herinneren. Dus dat zijn een aantal dingen die je echt heel concreet kunt gaan doen om jezelf positiever te benaderen, om je winst wat meer in de verf te zetten, om jezelf te herinneren aan hoe ver je al komt. Het andere stukje aan die quote, hè, dus humble with the hint of Kanye, is eigenlijk, als je kijkt naar Kanye West, oké, is wellicht ook een beetje psychiatrisch, hè, dus laat ons zijn dat het niet per se ons rolmodel hoeft te zijn, maar dat is een man die opeens beslist, weet je wat, ik wil de president van de Verenigde Staten worden, en iedereen lacht daarmee enzovoort en dit en dat, maar wat je daarin kunt vinden als inspiratie is, your only limit is your imagination. En dus ook daarin, uiteraard, wees bescheiden. We hoeven niet allemaal de president van de Verenigde Staten te zijn. Maar durf ook gewoon het soms een keer groots te zien. Durf groots te dromen. Want ook dat is iets, zeker in Vlaanderen, waar wij bang voor zijn. Net zoals dat wij bang zijn om, dat we zijn, te positief te zijn over onszelf, zijn wij bang om te groot te dromen. Wij zijn bang om groot te dromen, laat staan, om onze grote dromen uit te spreken, laat staan om erachterna te gaan. En dat zorgt ervoor dat wij ons heel vaak klein houden. En wat is het probleem daarvan? Als je je dromen zo wat klein houdt,
dan vind je ook nooit de nodige motivatie om er vol voor te gaan. Dus durf het grootste zien. Maak daar een nieuwe gewoonte van. Van echt te dromen tot als je denkt, holy shit, dit durf ik bijna niet uitspreken. Maar, als if I pull this one off, Jesus Christ, dan ga ik trots zijn op mezelf. Of Jesus Christ, dat zou nou een keer de max zijn. Een keer. Dat wil ik gaan doen. Dus dat je echt durf het echt big, huge te zien. Opnieuw, omdat eerst en vooral dat is die quote van Oscar Wilde. Hè? If you aim for the moon, in the worst case... Allee, het is niet zo, maar als je schiet naar de moon, ja, in het slechtste geval, dan landen nog in de sterren. Als je doel mist. Dus als je hoog mikt, oké, zelf al bereik je niet precies dat doel, dan land het toch wel daar ergens in de buurt. Terwijl als je zegt, ja, ik had je zo wat middelmatig houden of kleiner dan dat ik het eigenlijk zou willen, ja, dan kom je al zeker niet in de buurt van wat je echt wil. Dus dat gaat ook over owning your desire, owning your dream. Durf vol in je verlangen te staan, durf vol in je droom te staan. Want dat maakt het leven zo juicy en zo heerlijk als je mocht groot dromen en dan stilletjes aan die dromen zien verwezenlijkt worden. Of tenminste de versie ervan die dan klopt in jouw leven. Het andere is dat we zeggen, ja, ik ga niet te veel dromen, ik ga dan tenminste niet ontgoocheld zijn als het niet gebeurt. Dat is bullshit. Je bent sowieso ontgoocheld als het niet gebeurt, zelfs als je het niet probeert. Hè? Ik bedoel, don't kid yourself. Dat je denkt, dat is alsof je zou kunnen zeggen, ja, poeh, ik heb het niet gehoord zo. Hè? Dat is niet zo. Je gaat pas echt ontgoocheld zijn als je het gewoon niet probeert. Je gaat niet ontgoocheld zijn als je het probeert en je mislukt. Ik bedoel, jawel, waarschijnlijk een beetje, maar je gaat op zijn minst wel het gevoel hebben gehad van I gave it my all. Ik heb het geprobeerd en het is niet gelukt. En dat zal al wel zijn reden hebben dan ook. Hè. Dus daar geloof ik dan ook wel in. Dat als het dan niet lukt, dan is het omdat er iets anders of iets beters voor jou is weggelegd. Maar wat je niet wil, is het niet eens proberen. Er is geen pijn als spijt. Er is geen pijn als het gevoel van ik had dat boek moeten schrijven. Weet wel? Of ik had dat project moeten ontwikkelen. Ik had die onderneming moeten ontwerpen. Ik denk dat er niet zo erg is als ze zijn zwanger op je sterfbed liggen. Denk, wow, I didn't give it my all. Ik had veel meer te geven aan de wereld en ik heb het niet gedaan, want ik was bang dat ik ontgoocheld zou worden. Of ik was bang dat mensen er iets zouden van vinden. Opnieuw, die quote denk ik al had, of moet die nog komen, maar alleszins is ook een van het boek. Mensen gaan altijd iets vinden over je. Als je daardoor laat tegenhouden, dan beginnen er beter gewoon niet aan. Leren dat los te laten. En toch durven het grootste zien. Durven grootste dromen. Hoe dat jij dan groots ook wilt definiëren. Hè? Dat wil niet zijn dat je moet dromen om de president van de Verenigde Staten. Maar wat groots kan zijn, whatever, ik begin te schrijven aan mijn boek. Of groots kan zijn, ik richt een ruimte in voor mijn creativiteit. Groot kan zijn, ik neem elke week een uurtje voor mezelf. Hè? Dus jij bent de ene die kan voor jezelf voelen van what's big. Maar durf het ook groots te zien. Ook dat zit in die quote van humble with a hint of Kanye. Het gaat enerzijds over durf jezelf te vieren. Durf jezelf positief te benaderen. Positief aan te spreken. En het andere is durf het groots te zien. En durf echt vol voor je dromen gaan. Owning your desires and owning your dreams. Dat is waar het allemaal begint. Voilà, dat was het wat ik jullie wilde meegeven aan het begin van week 3 van deze challenge. Ik wens jullie een ongelooflijk boeiende, inspirerende en leuke week toe. Als je bedenkingen, vragen, inzichten hebt die je wilt delen, je vindt mij via Instagram of via de mail, dus aarzel niet. En anders zie ik jullie heel graag in de loop van volgende week en zeker en vast volgende week zondag terug. Bye bye!